dan wel in het schaduw, want met een antibiotica kun je nog niet in de zon. Hoi, nou ik ga dus ook vloggen en vandaag heb ik een klein cameraatje gekocht om dat dus uit te gaan proberen. Morgen ga ik naar de Dutch YouTube Gathering en dat is eigenlijk de reden dat ik dacht van hey, het is een mooi moment om ook te beginnen met vloggen. Dus ik moet nu even weer wennen dat ik naar de kleine camera kijk en niet naar het schermpje daarboven. Nou, spannend, maar we gaan het gewoon doen. Nou, morgen dus de YouTube Gathering en daarvoor moest ik ook wat boodschappen doen. We doen een soort Amerikaanse barbecue. En wij gaan dus, ik was verantwoordelijk voor het brood. Dus we hebben wit stokbrood, tijgerstokbrood, popcorn stokbrood en we hebben kaasuien stokbrood. Het was wel lekker. En dan hebben ze ook nog sausjes. En de sausjes. Uiteraard gewoon goede satésaus. Dit is currysaus. We hebben chilisaus, barbecue saus. Gewone knoflooksaus. Pittige knoflooksaus. Nog een keer barbecue saus. En uiteraard ook whisky cocktailsaus. Nou, volgens mij wordt het een feest. Het is echt zo heel vervelend deze dag. Lekker in je tuin. Ik zit dan wel in de schaduw, want met een antibiotica kuur mag je niet in de zon. Maar heerlijk. Vogeltjes. Nou, de was is inmiddels droog. Echt lekker. En ik heb hele intellectuele literatuur liggen om te gaan lezen. Die zal ik zo er even bij. En lekker een flesje water. Altijd. Dus ik hoop dat jullie ook zo lekker genieten. Ook dit hoort bij het glamorous leven van een YouTuber. De vaatwasser uitruimen. En normaal gesproken doet een van de kinderen dat. Maar die waren alle twee bezig om een kamer op te ruimen. En je kunt gewoon niet twee dingen tegelijk. Dus doe ik het nu even. En dan vervolgens ook weer inruimen natuurlijk. Hè. En de groene jongens staan op het menu. Lekker. En ik hou niet van de stam, dus die gaat zo in de bak. Eén stukje apart voor de hamster, want die lust dit ook heel graag. Bijna twee stronken. Even kijken. Hebben genoeg aan met z'n tweeën, met z'n drieën. De rest gaat weer in de koelkast. En we eten er een schnitzeltje bij. Die liggen hier inmiddels. Die paneer ik altijd even zelf. En het andere kind krijgt een andere soort schnitzel. Die houdt niet zo van deze. En er zaten er ook een tweede verpakking. Nog een keer wassen voor de zekerheid. En straks doe ik er gelijk kokend water op de broccoli. En dan kook ik hem een minuutje of 6-7. En dan is hij beetgaar. En dan is hij hartstikke lekker. Broccoli moet je niet te gaar eten. Dan wordt het zo'n drap. Daar houden wij niet van. Nou, als ik verder ga koken, dan film ik wel weer verder. Oh, ik ben een beetje slecht te zien. Even draaien. Beter. Nou, ik ga zo eten koken. Je ziet hier al de airfryer staan. Even kijken. De airfryer staat aan. Daar gaan de aardappelschijfjes in. Twee schnitzels. Eentje gepaneerd. Eentje niet gepaneerd. Die is voor mij. Ik mag geen gluten. En geen koolhydraten. En boter in de pan. Een schnitzel voor het andere kind. De broccoli. Daar gaat zo meteen
kokend water bij, want die staat ook aan. En al met al wordt dit een makkelijke maaltijd. Met een kwartier kunnen wij aan tafel. Het eindresultaat. Heerlijk. Ik ga zo nog wel wat kaas erover strooien over de broccoli, want dat vind ik wel erg lekker. Zo. Dus je denkt dat een rode kop, dat klopt. Ik heb net een rondje gefietst. 18 kilometer en nu moet ik even de plantjes water geven. Deze. Die hebben wel dorst. En die daar ook. Die heb ik van de week gepoot. Dus nu moet ik het even bijhouden. En dat blauwe wat erbij ligt, dat is... Dat is... focus, dank u. Tegen de slakken, want die vreten het graag op. Die vinden het erg lekker. Dus we gaan de gieteres er even bij pakken. En dan gaan we dus eventjes de plantjes van wat water voorzien. Zo. En voor wie zich afvraagt, ja, de keuken is dus altijd redelijk leeg. Totdat je dan dit ziet. Ik zal even een lichtje aandoen. Fijn, hè? Dus die ga ik zo nog even opruimen. Dan part 2. Die krijgt met de gewone gietwater. Zo. Oh ja. Die willen vast ook water. Deze krijgen elke ochtend en elke avond water, want ze groeien echt heel hard, maar ze worden ook heel erg droog omdat ze aan de muur hangen. Dus die moeten echt wel geregeld eens even een beetje water hebben. Nou, dit maar eens even opruimen. Nou, dat is een stuk beter, hè? Kunnen we weer. De tas van morgen is klaar. Er zit niet heel veel bijzonders in, maar nu kan er dus ook mijn vesten nog bij in. Een portemonnee. Powerbank. Want als mijn accu leeg is, heb ik tenminste accu. Een snoertje natuurlijk. Gewoon wat losse dingetjes. Er gaat straks ook nog een trommeltje met wat eten en zo in voor overdag. Omdat ik niet zo heel makkelijk overal nergens kan eten. Mijn sleutels liggen klaar, dus dat is al goed geregeld. De tas met brood en sausje staat er. Ik zat te bedenken of ik ook nog misschien mayonaise mee moet nemen. En
curry, maar ik denk misschien hebben ze dat gewoon wel. Ga ik daar maar even niet voor uit. Ja, en wat er hier nu staat, denk je, huh? Maar er heeft iemand zijn kamer opgeruimd. Met andere woorden, dit moet nog weg. Nou ja, dit niet. Dat mag hier gewoon blijven, maar dat heb ik morgen weer buiten nodig. En de schuur zat al op slot en ik was eigenlijk een beetje lui om daar nog weer heen te wandelen. En dit zijn gewoon oude kleren en zooi, maar het ruimt wel lekker op zo. Tenminste, bij hem dan, bij mij weer even niet. En zoals je kunt zien, is dat lekker een hoekje met een fijne stoel waar ik goed in kan zitten. En ik heb de tv lekker aangezet. Buiten zitten werd me te koud. Ik merkte dat dat niet lekker meer was. Maar dan geef ik niet, want ik heb niet zo heel lang meer en dan moet ik ook naar bed. Want morgen moet ik er echt op tijd uit. Ik moet er om 7:30 uit. Nou, meestal ben ik wel heel vroeg wakker, dus dat moet wel lukken. En dan wil ik om tussen 8:30 en zo ongeveer 8:30, 8:45 hier wegrijden. Nog even onderweg wat oppikken voor degene waar wij mogen barbecuen. Dat vind ik gewoon wel leuk om een kleine attentie mee te nemen. En hier achter mij zie je nog de uiltjes staan. Die spaar ik. Vind ik heel leuk. Ik heb er niet zo heel veel hoor. Maar gewoon voor het idee. Ik ga dus stoppen. Dit was mijn allereerste vlog. Ik hoop dat het wat wordt. Het is echt heel vreemd voor mij. En morgen ga ik gewoon nummer 2 maken. Geen idee hoe vaak die online gaan komen. Dat ga ik allemaal wel zien. Want het is voor mij best wel lastig om op mijn werk te vloggen. Omdat ik in het onderwijs zit. En je mag niet in de klas vloggen. En je mag niet filmpjes maken. Überhaupt. En zeker met die privacywet die 25 mei in werking treedt. Mag het nog steeds minder. Dus ja, het is nu een beetje lastig om te kijken wat we mogen. Dus misschien worden het wel op de zeg maar weekvlogs van maandag tot vrijdag. En dan op woensdag, zaterdag en zondag gewoon een dagvlog als het ware. Maar dat moet ik nog even gaan bekijken. Even kijken hoe deze ontvangen wordt. Nou, mocht jij wat willen weten van mij, dat mag. Je kunt de vragen hieronder stellen. Dan misschien maken we al binnenkort een keer een Q&A. Dat is natuurlijk ook wel heel leuk. Dat jullie eens kunnen kijken van, hey, wie ben ik nou eigenlijk? Ik ga ermee stoppen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Mocht je dit over op een ander moment kijken, dan een fijne avond. Of misschien wel een fijne nacht. En tot de volgende keer.